Goedemorgen, welkom bij Telekids. 5 uur lang weer heel veel tekenfilms en gezellige dingen gaan we doen. En ik heb ook een hele gezellige klas hier in de studio. En zij komen van de Zamenhofschool uit Leeuwarden. Yeah! Kijk, ja, wat gebeurt hier, joh? Er worden ineens allemaal pepernoten over jullie heen gestrooid. Nou ja, ja, dat zijn die pieten, joh. Die zijn zo ondeugend. Maar ik vind het wel gezellig dat ze er zijn. We gaan trouwens heel veel leuke dingen doen vandaag, deze Sinterklaas-uitzending van Telekids. We gaan oud-Hollandse Sinterklaas-spelletjes spelen. Nou, de pieten zitten al bij het schuimpje schuiven. Die zijn alvast het bord aan het testen. Maar ja, ze moeten wel een beetje serieus testen en niet een beetje de boel hier verstieren, hè, door het gooien. Nou, we hebben ook nog een hele leuke clip van Henk Temming. Die vroeg voor Sinterklaas ooit eens een heel gelukkig kerstfeest. Weet je nog? Dat is een gouden ouwe, maar wel een leuk plaatje. En wat gaan we nog meer doen? Oh, ik ben bij de stoomboot geweest van Sinterklaas. Ja, weten jullie dat? Nee. Ik ben er geweest, ik heb hem gevonden en ik ben wezen kijken in zijn slaapkamer en aan het dek en zo. En het was heel erg spannend, het was echt heel erg leuk. Trouwens, ik vraag me af of jullie thuis al wel eventjes in jullie schoenen hebben gekeken. Misschien is Sinterklaas bij jullie langs geweest. Want bij een aantal van deze kinderen hier wel, hè? Bij jou was hij langs geweest, hè, ja. Vanmorgen. Er zat wat in je schoen, hè? Een smurf. Wat zeg je? Een smurf. Maar je kijkt echt zo naar me van, nou, dat vind ik helemaal niks. Ja. Waarom denk je dat Sinterklaas nou een smurf heeft gegeven? Weet ik niet. Maar mijn zusje. Zou het voor je zusje geweest zijn? Nou, we kregen allebei een nieuws. Ja, ja. Omdat, ja, zo zit dat. Nou, ik hoop dat hij kijkt, dat hij zijn fout nog herstelt. Maar we gaan even beginnen met de eerste tekenfilm. Daar die tekenfilm. Dus heel veel leuke Sinterklaas dingen en heel veel pepernoten. Het gaat hier nou een beetje uit de klauw lopen. Ik ga het redden. Jullie kijken eventjes naar Pim de Pinguïn. Hé, hey, Piet. Kijk nou toch even uit. Nogmaals een goedemorgen voor als je net pas hebt ingeschakeld. Dit is Telekids. We hebben een hele gezellige uitzending, Sinterklaas-uitzending vandaag. En we staan klaar voor het eerste oud-Hollandse Sinterklaasspel. Hè? Dit is Schuimpje Schuiven. We hebben een team klaarstaan. Een team bestaat uit 2 klasgenootjes, 2 tegen 2. Eerst gaat iemand uit team 1, dan gaat iemand uit team 2, dan weer iemand uit team 1 en dan weer uit team 2. Dan gaan we de punten tellen en dan, ja, dan weten we wie er gewonnen heeft. Hè? Toch? Jury Pieten, is alles een beetje onder controle? Ja. Jullie moeten bijhouden wat er gescoord wordt, hè? Ja. Zo, nou, ondertussen, wat maken jullie er toch een puinhoop van daar, ja? We zijn bezig met een serieus spel hier. Hallo, Zamenhofschool, Zamenhofschool. We gaan even schuimpje schuiven nu, dus let op, want zij moeten zich concentreren, hè? Daar gaat hij. Kunnen we beginnen? Ja? Zeker weten? Nee? Niet? Waarom niet? Wat zeg je? Oh, pardon. Die moeten weg. Dat kan helemaal niet. Je kan toch niet schuimpje schuiven met hindernissen? Nee. Oké. Okay. Nee, dat gaat niet. Oké, okay, Rosemarie, daar gaat hij. 5 schuimpjes voor jou. En achter elkaar door, hè? Zo, dat is niks, Rosemarie. Zo, dat is ook niks, Rosemarie. Dat gaat lekker, Rosemarie. Dat is weer niks. Dat is ook niks. Ja. Oké, okay. Volgende uit team 2 krijgen we nu Liesbeth. De schuimpjes halen we natuurlijk weg. Ik hoop dat Liesbeth het iets beter gaat doen. Kom op, Liesbeth. Daar gaat hij. Ja! Liesbeth scoort 3 punten uit team 1. Komt nu David Jan. En David Jan die gaat het even regelen allemaal, hè? Want jij maakt het goed. Huppakee, daar gaat hij. 5 schuimpjes, ook voor jou. Die gaat mis. En pak ze maar, die gaat ook mis. Het is moeilijk dit, hoor. Het 4e schuimpje en dan gaat het 5e schuimpje. 1 punt. Nou, ik vind toch knap. Ik vind ook dat jullie voor David Jan moeten klappen, want hij heeft er ook eentje in gekregen. Laatste kandidaat is Linda. Nou, Linda, kom op. 5 schuimpjes en die moeten er toch. Oh, die gingen iets te hard, maar dat geeft. Nee, dat wordt. Nee, Piet, nee, dat mag niet. Zo, daar gaat hij. Volgende schuimpje. 4 punten. Ja, dat is goed. Daar gaat hij. Linda, 3 punten. Ja. Nee, ja, nee, ja. Goed gedaan. Ja, 11 punten, hè? Nou, team 2 heeft gewonnen. Dat wil zeggen Linda en Liesbeth, van harte gefeliciteerd. Dat zijn jullie, Rosemarie en David. Het is jammer. Laat ik eens even voor de leuke prijzen zorgen. Dit is de eerste prijs. Dit is de eerste prijs. Sinterklaas voor Linda en Liesbeth. Zo, alsjeblieft. En hebben we nog wel een troostprijs dan? Ja, die is de Oh, de pietjes. Oh, ook leuk. Alsjeblieft, David Jan en ja, Rosemarie. Zo,
Alsjeblieft. En een applaus voor de teams. Ja, dit was het eerste oud-Hollandse Sinterklaasspel, het schuimpje schuiven. Kun je thuis ook doen, gewoon een sjoelbak pakken en dan met schuimpjes. Hè? Dan is het echt Sinterklaasfeest. Straks nog meer spelletjes, heel veel andere dingen. Ik ben op de stoomboot geweest, gewoon blijven kijken. Maar nu het ezeltje. Hier in de Telekids studio staan zoveel leuke pakjes. En je zou ze bijna willen uitpakken allemaal. Maar ja, dat mag natuurlijk helemaal niet. Het staat veel te gezellig. En we hebben helemaal nog niet gezongen. Nee. En over zingen gesproken. Er is een liedje, heb ik gehoord, hè? Klopt dat? Een liedje waar Sinterklaas niet blij mee is. Nee. Is dat niet waar? Het is wel waar. Sinterklaas is erg boos daarover. Ja, dat kan ik me voorstellen. Alleen wil ik wel weten welk liedje wij niet meer mogen zingen. Want straks zing ik het per ongeluk en dan krijg ik geen cadeaus. Begrijp je? Dus zou jullie het even voor willen doen? Zou jij even willen assisteren? Ja? Dan kunnen we het goed hard horen. Eén, twee, drie. Sinterklaas kapoenen, ik wil nieuwe schoenen. Niet van die goedkope, daar kan ik niet op lopen. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Nee. Nou, er zijn dus heel veel kinderen die dat zingen. Nou, die hebben dus echt een probleem met Sinterklaas. Die wil dat dus niet, hè? Dat hebben jullie door. Andere liedjes zijn wel heel leuk. Ginds komt de stoomboot. Nou, hoe vaak zullen we dat wel niet gezongen hebben met z'n allen? 16.000 miljoen keer ongeveer. Maar die stoomboot hebben we dus wel op televisie ooit eens gezien. Maar ik ben erop geweest. Ja, ik ben op de stoomboot geweest. Was heel leuk. En er was ook een Telekids ploeg bij, dus ik kan het jullie even laten zien. Zullen we gaan kijken? Ja? Kom, kijk even naar de monitor. Zie, Gees, kom, de stoomboot. Dit is de stoomboot van Sinterklaas. En als ik iets heb gevonden, dan wil ik het natuurlijk wel even meteen onderzoeken. En ik denk dat we gewoon maar aan boord gaan. Ik bedoel, hè? Niemand zegt ons wat. Eens even kijken hoor. Hier is het hartstikke druk. Kijk eens, pakjes. Wat zou daarin zitten? Oh, dat is niet voor mij. Dat is jammer. Wow. Terwijl alles een beetje netjes laat natuurlijk. Oh, anders kijk ik op mijn kop. Sinterklaas is er natuurlijk niet, want die is hartstikke druk. Sorry. Mag ik even door? Ja, ik laat u misschien een beetje schrikken. Dag. Kijk eens, er wordt helemaal gesopt hier. Zie je dat? Je zou toch denken dat al die pieten op pad zijn om pakjes te brengen. Dag. Hallo. Dit moet ook schoon natuurlijk voor de terugweg, hè? Alles moet helemaal goed schoon. Zou je het heel even los willen laten? Mag het heel even, ja? Ja, niet aan Sinterklaas vertellen. Mag ik heel even draaien? Kijken of dat lukt. Oh, dat is een mooie zeg. En jij staat op de terugweg ook hierachter? Nee, er zit een hoofdpiet achter. Oh, stuurpiet. De stuurpiet, ja natuurlijk. Mooi schoonmaak. Jij, de schoonmaak, jij bent de schoonmaakpiet. Ja, en de mast? Waar is de vlag? Aan de achterkant. Aan de achterkant. Oh, en als jullie teruggaan, dan komt daar weer een... ja, natuurlijk, heen en weer varen. De vlag moet... Natuurlijk, ik snap het helemaal. Even kijken, hoor. Hier zijn ze weer aan het soppen. Dag. Dag. Oh, mag ik heel even voorbij u? Gebruikt u de roet tegenwoordig om ramen te zemen? Ja, dat is lekker makkelijk. Ja, want het is natuurlijk niet meer zo dat de roet gebruikt wordt om voor stoute kindertjes, hè? Nee, hier zijn alleen maar lieve kindertjes. Hier zijn alleen maar lieve kindertjes. Zien jullie het? Dus de roet, daar zemen ze de ramen tegenwoordig mee. Ja. Hartstikke goed, zeg. En wordt het er schoon van? Ja, zoals u ziet. Ja, best wel. Hartstikke goed, ja. Mooi hoor. Nou, dankjewel. Ja, ik ga even door. Vind je niet erg, hè, dat ik even rondsnuffel? Nee. Hier, ja, dag. Hart doet u hartstikke lekker. Ben jij zo'n vies, Piet? Ja. Ze zijn jou aan het schoonmaken. Nou, die zijn helemaal gek. Maar ja, het is hier hartstikke fris. En ja, ik kan me voorstellen dat de pieten zich op een gegeven moment een beetje vervelen. Dat ze aan elkaar gaan zitten frummelen. Dag, Piet. Hallo. Oh, kijk. Kom eens, kom eens. Hier is een trapje naar boven. Kijk of dat werkt. Leuk zeg. Hoep. Zo. Hier is het ook mooi zeg. Even kijken hoor. Dag. We gaan even deze kant op. Hier op het dek wordt ook flink geschropt. Moet je maar eens kijken, want daar zijn ook nog reserveboten. Met de pieten die daar ook nog aan het schrobben zijn. Nou, ik heb de schrobben wel gezien hoor, want ik wil eens kijken of er eens iets anders te doen is hier aan boord. Ja, de stuurkamer is natuurlijk dicht. Hoe kan het nou? Een stuur voor en een stuur achter. Oh, dat is dat heen en weer varen. Dag, dag. Ja.
Oh, kijk. Oh, mag ik hier even staan, Piet? Mag ik hier even staan? Zo. Even kijken hoor. Hier gebeurt veel beneden. En er staat daar een hele plechtige Piet. Zou dat de opperpiet zijn? Hij doet helemaal niks. Hij schropt niet. Hij maakt niks. Schoon. Opperpiet! Oh, hij reageert. Dag! Dag. Ik ben heel even aan boord omdat ik het zo leuk vind om hier even rond te kijken. Dat heb ik altijd gewild in mijn leven. Vindt u niet erg, hè? Nee hoor. Maar u kijkt of iedereen aan het werk is zeker, hè? Jawel. Ja, dat dacht ik wel. Nou, heb ik toevallig, hè? Dat hebben jullie misschien nog niet gezien, maar ik zag het in mijn linker ooghoek. Daarachter. Daar moet je eens kijken. Daar is een Piet aan het slapen. Ja, en dat weet de opperpiet niet. Dus zal ik het even tegen de opperpiet vertellen. Opperpiet? Jawel. Er ligt daar iemand te slapen. Wat? Ja, daar in het hoekje. Daar in het hoekje. Piet! Wakker worden. Hij wordt wakker. Adrian. Hij wordt wakker. Ja, die opperpiet zal wel boos zijn. Oh, hij heeft hem wakker. Slaapkopperige Piet? Ja. Je bent echt een beetje lui, hè? Je ligt te slapen zeker waar het paard van Sinterklaas altijd slaapt, hè? Inderdaad. Wat zeg je? Inderdaad. Is het niet de bedoeling dat je dat dan schoonmaakt? Want het paard het moet morgen weer terug. Ja, eigenlijk wel. En ik zie nog helemaal... Dat is toch paardenpoep wat daar ligt? Gatsie. Hij proeft aan de poep. Ja, pak maar even de wc-rol, hè? Want het moet wel even schoongemaakt worden. Vies paard. Nou. Hier aan boord is van alles te zien dus. En daar zijn we alleen nog maar op het dek geweest. Maar ik ga dus wel eventjes binnenkijken. Ik wil weten waar die slaapt. Ik wil weten waar die eet. Van alles en nog wat. Dus straks terug op de stoomboot. Nou, dat was spannend, hè? Vonden jullie ook niet? Vonden jullie ook niet? Ja, hè? Ondertussen gaan hier die pakjes ook maar door. Zijn alle pakjes nu van boord, Piet? Ja, mevrouw. Ja? Ja, morgen ook nog een paar. Piet! Het wordt echt gevaarlijk hier nu in de studio. Ik denk dat ik er wat van moet gaan zeggen. Echt waar. Nou, hey, jongens, bewaar dat alsjeblieft tot 5 december. Ja. Ja, alle pakjes die wat erin zit kan kapot. Het is vandaag 5 december, maar voor vanavond bedoelt voor u natuurlijk. Voor vanavond, ja. Ja, dat vind ik ook een beetje. Straks krijgt iemand een kapot pakje. Ja, ga je maar schamen daar achter de bank. Weet je wat? Ik ga ze eens even toespreken, deze Pieter, want het gaat iets te ver. En jullie kijken naar Olly Wolly Olifant. Die Piet zeg, hier in de Telekids studio staat hier een berg te bouwen van cadeautjes. Nou, ik weet niet of dat goed kan gaan, hoor. Dat is zeker de kunstwerker Piet of zo. Ik heb geen idee. Nou, ik hou het schuins in de gaten. Maar ondertussen vertel ik jullie wat er allemaal nog meer gaat gebeuren vandaag in Telekids. We hebben natuurlijk het oud-Hollandse chocoladeletterspel. Dat gaan we nog spelen. We hebben het oud-Hollandse zak van Sinterklaas slaan. We hebben het oud-Hollandse zwarte pieten uitdelen. Alhoewel, dat is ook oud-Hollands. En we gaan natuurlijk verder kijken op de stoomboot. Gaat het, Piet? Ja? Oh, als dat maar goed gaat. Op de stoomboot, want daar heb ik nog gekeken op de slaapkamer van Sinterklaas. En in de keuken. Verder gaan de kinderen die hier in de studio zitten een stukje uit een musical laten zien. Want zij hebben een Sinterklaas musical gemaakt en gezongen en gedaan, hè? En een stukje daarvan krijgen we dus te zien. Ook nog heel veel tekenfilms. Oh, het is doodeng wat daar gebeurt. Moeten jullie eens kijken. Gaat het goed? Oh, hij houdt het nog. Zoals bijvoorbeeld Tiny Toons hebben we nog vandaag. Leuk hè? Leuk, ja. En Transformers hebben we nog vandaag. Leuk. En Bugs Bunny, ook wel aardig. Ook heel leuk. Ja, en Saved by the Bell. Heel leuk. Dat is een hele leuke zin. Oh, daar gaat hij. Nou, hij gaat maar weer verder. We hadden nog niet alles gehad. Familie Sanders hebben we nog. Dat is ook heel leuk. En ja. Batman. Ja. Nou, dat is te gek. Dan ben ik nog één ding vergeten, want daar gaan we nu naar kijken. Want we gaan een Sinterklaas-clip even laten zien. Henk Temming, ken je die? Kennen jullie die? Ja. Henk Temming speelde ooit eens bij het Goede Doel, hè? Is toen een solo-carrière begonnen. Dat gaat helemaal niet goed daar, hoor, bij die stapelpakjes. En heeft vorig jaar een hele leuke Sinterklaas-CD uitgebracht. Nou, daarvan hebben we nog een heel leuk liedje, want dat blijft gewoon hartstikke in elk jaar. Want dit liedje heet Ik vraag voor Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Er zijn van die mensen die vragen van alles. En sommige mensen
die vragen maar wat. Er zijn van die mensen die hebben geen wensen. Mijn vader heeft nooit echte wensen gehad. Sommige mensen zijn erg bedachtzaam. Anderen geven juist toe aan een gril. Sommigen weten niet echt wat ze willen, maar ik weet dit jaar precies wat ik wil. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een uitslee in de winterse kou. Maar het allerliefste wil ik jou. Er zijn van die mensen, die hebben al alles. En zelfs alles nog dubbel. Ze grijpen nooit mis. Maar er zijn er ook voor wie een dc-rol nog veel te kort voor een verlanglijstje is. Sommige mensen vieren het samen. Anderen vieren het liever alleen. Vorig jaar had ik niets meer te wensen. Totdat jij met die zak naar Spanje verdween. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een arreslee in de winterse kou. Maar het allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven een stal. En een arreslee in de winterse kou. Maar het allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een maan die door de bomen schijnt. En een ster boven. Wat was? Ja, dat was een moeilijke tekst. Wel een mooi liedje, hè? Vind je een mooi liedje, Piet? Nee. Sorry? Nee, ik vind het ontzettend... Ja, dat kan toch niet? Sinterklaas is jarig en dan ga je het over kerst hebben. En bij kerst... Ja, je bent gewoon een beetje jaloers. Ik bedoel, het is een liedje met een boodschap. Zijn verkering is uit, hij wil vrede op de aarde. Dat moet je maar eens goed lezen. Sinterklaas begrijpt het wel. Maar waar is Piet daar nu mee bezig? Geluidspiet heeft ondertussen een microfoon bij je neus gezet. Je moet het wel even vertellen, hoor. Ik ben de hoogste pakjesberg aan het maken. Al vandaar dat je daar de hele tijd zit te tuttelen daar in die hoek. Is dat een wereldrecord of zoiets? Ja. Nou, je bent nog niet ver, weet je wat? We doen even een tekenfilm, dan kijk ik straks wel hoe ver je bent. Goed? Ja, zullen we even een tekenfilm gaan kijken? Ja. Zullen we doen? Ja. Terug van weg geweest, hier is Mapletown. Wij gaan het Oud-Hollandse letterspel spelen hier in de Telekids Studio. Gerda en Rudy staan helemaal zenuwachtig naar me te kijken. Van de Samenhofschool uit Leeuwarden. Twee klasgenoten van jullie uit groep 8 staan tegenover jullie. Nina en Sander. Ook staan zij klaar voor het letterspel. Wat gaat er gebeuren? Wij storten straks die zakken leeg, vol met chocoladeletters. En jullie moeten proberen zoveel mogelijk woorden te maken. Het team dat het voor elkaar krijgt om de meeste woorden hier op tafel te leggen, mag die hele zak hebben. En het team dat iets minder goed is, wat? Mag je ook... Nou, namen doen.
Namen? Nou, dan moeten... Nee, namen niet. Nee, sorry, alleen Piet. Alleen Piet. Piet mag alleen. En Sint ook. Sint ook, maar verder niet. Ja? Oké. En degene die dan net niet wint, die mag maar één woordje uitkiezen. Dus dat is veel minder. Dus daar gaat om gespeeld worden. 3 minuten de tijd. Na 3 minuten stoppen we en dan gaan we de woorden tellen. Goed? Kan je deze... heel even vasthouden. Dan storten wij ze vast leeg. Drie minuten. Ja, drie. Wij storten vast leeg. Ja, daar gaan ze, de letters. Zo. Huppatee. Zo, dus even terug. Zo. Zo. Dat we een beetje ruimte hebben. Daar gaat hij. We tellen even met z'n allen naar vijf, van 5 naar 0. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nou, daar gaan ze hoor. In een groot tempo. Zeg, Piet, waar heb je nou de microfoon gelaten? Dat weet ik niet. Ja, daar. Oh, andere microfoon, Piet heeft hem. Boom zie ik al liggen. Kom, dat is goed joh, toch? Of niet? Oh, dat is een D. Nee, dat is niet goed. Ja, dat moeten we wel in de gaten houden. Zo, als je meer ruimte wil hebben, dan schuif je het even opzij allemaal, hè? Jullie worden lekker aangemoedigd nog. Het is echt zoeken geblazen. Mensen. Ja, zoek maar, hè? Zoveel letters, er moeten ook woorden mee te maken zijn. Ja, lukt het allemaal? Maak maar een beetje ruimte als het allemaal een beetje te vol wordt. Maar zorg ervoor dat we straks kunnen zien welke woorden jullie gevormd hebben. Oh, ik zie al dom en ram. En Piet, niet te veel helpen hier, Want anders is het even aan de andere kant. Bang, mama. Ja. Kijk uit, want hier liggen je goede woorden. Je goede woorden liggen hier. Zo, nog 2 minuten, jongens. Zet hem op. Ja, kom op. Er kan nog veel meer gemaakt worden. Maak er een heel verhaal van mijn part. Dat gaat hartstikke lekker. Wat zoek je? Zoeken. Ja, een P. We gaan een P zoeken, ja? Zoeken jullie nog een letter? De A. Ja, wat is dit dan? Is dat toch een A? Ja? Zoek. Wat zoek jij? De E nog? De T? Even kijken hoor. Kijk. Oh, wat spannend. Dus er liggen nog heel veel letters. Er moet nog veel meer te maken zijn. Nog veel meer. Niet dezelfde letters mogen er gemaakt worden. Of dezelfde woorden. De andere is ook een mooie. Nog maar 1 minuut, jongens. Nog maar 1 minuut. Kom op, zet hem op. Nog 1 minuut. Ja, je kan nog veel meer maken. Oh, wat spannend is dit. Ik zie heel veel. Maar het ligt echt vol met letters. De woorden moet je er echt tussenuit zoeken. Oh, hier liggen woorden. Map is ook een mooie. Hoe gaat het aan deze kant? Ja. Ster? Ja. Oh, een klinker moet iemand nog hebben, ja? Hoe lang hebben we nog, jongens? Nog maar een halve minuut. Kom op. Ja, niet uit hun woorden trekken, hè? Want kom op. Oh, wat is dit? Een zenuwenklus, jongens. Kom, blijf ze nou aanmoedigen, want dit is het moeilijkst. De K moeten we hebben. Zoeken. Daar de kaart. Ja, kom op. Nog. Ja, kom op. Het is bijna 3, 2, 1, 0. Handen van de tafel. Nee, Piet ook. Nee, niks. Handen van de tafel. Zo, we gaan de woorden tellen. Wijs maar aan. Nat, dat is 1. Pan is 2. Lat is 3. Wat is dit? Dat is niks. Pop is 4. Sterren is 5. Bel is 6. Dat was het. Gaan we hier naartoe. Andere kant. Dit is geen woord. Nee, want het is een D. Dus dat tellen we niet goed. As is 1. Bang. Map is 2. Bang is 3. Ram is 4. Dom is 5. Kerk is 6. Klap is 7. Dat was het. Maar dat wil wel zeggen, Gerda en Rudy, dat jullie meer woorden gemaakt hebben. Want hoeveel hadden jullie er nou? 6. 6 en ze hadden er 7. Oh. Yeah. Nou,
wat verschrikkelijk spannend, jongens. Alles wat er aan deze kant van de tafel ligt, nee, dat is voor hun, voor Gerda en Rudy. Jullie mogen één woord uitkiezen. Het woord sterren zou ik ook doen. Ook gefeliciteerd ermee. Ik hou het niet. Ja, het was echt zo super spannend. Ik sta helemaal nog na te trillen. Ik denk jullie ook. Ik denk daarom ook dat het even tijd is voor een tekenfilm, zodat iedereen kan bijkomen. Tiny Toons. Jullie zijn weer terug in de Telekids studio. Ik ben weer even lekker gaan zitten. En onze Piet is ook nog druk bezig met zijn recordpoging hier. Nou, laat maar gaan, hè. Het is hem nog steeds niet gelukt. Hé, wat ik wil vragen, Jan Tieneke. Heb jij wel eens een surprise gemaakt? Weet je wel, dat je Sinterklaas een beetje geholpen hebt? Heb je ook wel surprises gekregen? Gekregen heb ik één keer gemaakt, heb ik ook één keer. Oh, daar gaan ze weer, die pakjes. Wat is nou de vieste surprise die je hebt gekregen? Een kartonnen doos, zo groot, gevuld met papieren kranten, rijst, een stroop. En midden in die stroop lag dat leuke pakje. En wat zat er uiteindelijk in het pakje? Weet ik niet meer. Dat weet je niet meer, maar je zat helemaal van top tot teen onder de smurrieburry. Ja. Wie heeft er een nog viezere surprise gehad of gemaakt? Ja, wie? Vertel eens. Nou, ik had met Sinterklaas vorig jaar had ik was heel grappig. Had een hele vieze papier-mâché geval en dat was nog helemaal nat en zo. Maar er zat helemaal onder de lijm en zo. Het is heel smerig. En hoe lang heb je erover gedaan om het uit te pakken? 5 minuten. Zo. Het was nog nat. Oh, dus, daarom ging het wel goed. Hebben we nog een vieze surprise? Oh, daar gaan ze weer, die pakjes. Oh. Hebben we nog een vieze surprise hier? Had jij een vieze surprise? Nee? Niemand een vieze surprise gehad? Ga ik er even naar die kant. Pak de microfoon maar aan. Ja, ik vind dat zo spannend om te horen. Nee, vertel eens. Eén keer heb ik een surprise gemaakt. Gemaakt? Ja, gemaakt. Vertel eens. En toen had ik meel gedaan met water. Meel met water? En allemaal sambal en vies spul erin. Sambal en vies spul. En degene die surprise van jou kreeg, hè? Ja. Moest hij dat ook eten? Nee. Alleen maar in vroeten. Ja. Nou, het klinkt allemaal wel heel vies. Het is wel leuk om Sinterklaas af en toe te helpen, hè? Ja, Sinterklaas leuk. Is trouwens heel gewoon mensen, vind je niet? Ja, het is echt een hele lieve meneer, want je denkt echt van, daar moet je bang voor zijn, maar dat is niet zo. Want hij slaapt gewoon, hij eet gewoon. En ik weet het, want op die stoomboot ben ik op zijn slaapkamer geweest. Geloven jullie niet, hè? Nee. Wel niet? Nou, ik kan het bewijzen. Piet, doe eventjes die pakjes opzij. Even die pakjes opzij, want het staat voor het beeld van ons. Ja? Ja, oh. Voorzichtig. Dan gaan we even kijken naar de slaapkamer van Sinterklaas. Ook leuk. Ja, sorry dat ik u laat schrikken, maar ik ben een beetje aan het snuffelen op de stoomboot. Sinterklaas, die zag ik dus liggen. En ik vind het zo leuk. Mag ik hier ook even kijken? Nou, vooruit mevrouw. Eén keer. Mag zeker normaal niet, hè? Normaal mag het niet. Nee, maar ik heb het altijd gewild, ziet u. Is dit de slaapkamer van Sinterklaas? Dit is de slaapkamer van Sinterklaas. Dus dit is ook zijn bed? Dit is zijn bed van Sinterklaas. Oh, ik heb dat proberen. Zo lekker zeg. Dat ligt... Oh, nee? Nee. Alsjeblieft, mevrouw, weer heen. Sorry. Waarom dan? Wat, moet het allemaal glad gestreken? Helemaal glad zijn. Oh. En wat doet deze troep dan op zijn bed? Wat is dat dit? Dat is de onderbroek van Sinterklaas. De onderbroek? Wat een rare onderbroek, zeg. In Nederland is het heel koud. Hij is toch wel schoon, hè? Helemaal schoon. Oh. Deze is net gewassen. Oh, dus omdat het een beetje koud is hier, heeft hij van die wollen dingen aan. En wat is dit dan? Dat is een warme hemd. En die doet hij nog eens over die onderbroek? Ook nog. Jeetje. Nou ja, voor de terugreis is het misschien wel ook wel handig, hè? Met die wind op zee. Dat kan ik me wel voorstellen. Dit is leuk, zeg. Een slaapmuts. Hoe staat hij? Dat is leuk. Dat mag niet. Oh. Sorry hoor. Deed ik iets niet goed? Dat mag ook niet. Sorry hoor. Dat was niet de bedoeling dat ik u van uw werk afhield en zo. Wat is dit voor leuk, zeg. Dit is... Dat is het poesje van Sinterklaas. Oh. Wat moet dat in bed dan? Sinterklaas slaapt altijd met poesje. Slaapt hij? Kan hij zonder poesje niet slapen? Oh, wat zoet. Wat leuk, hè? En een mooie kussen. Oeh, wat is dit? Suske en Wiske is mijn lievelingsstrip.
Oh. Wat doet dat in bed? Dat is het boek van Sinterklaas. Als Sinterklaas niet kan slapen, gaat hij altijd lezen. Oh ja? Altijd zusjes. Altijd strip. Oh, wat leuk is dat. En hier is... dit is ook leuk, zeg. Wat is dat? Oh, pardon. Oh. Sorry. Is dat zijn nachthemd? Wat een prachtig chic hemd, zeg. En hier staat ook nog een wat staat hierop? Een reservestaf. Wil dat dus zeggen dat als hij zijn staf kwijt is, dat hij hem hier komt halen? Ja, hij krijgt even mij een nieuwe staf. Dus nu is hij hem nog niet kwijt? Nee. Dus hij heeft hem nog niet in de schorse laten vallen en dat die klem vast zat en... Gelukkig niet. Nee. Oh, wat goed, zeg. Wat is dit nou? Ik zie allemaal pakpapieren en stiften. Dat doen de Pieten toch? Inpakken en gedichten maken? Sinterklaas houdt van dichten. Ja, maar dat doen jullie toch allemaal? Sinterklaas wil het af en toe zelf ook doen. Ja? Oh, dat vind ik leuk. Maar hij is natuurlijk te oud om alles te doen, speciale kinderen. Hè? Voor de hele speciale kinderen doet hij zelf persoonlijk nog eens een gedichtje. Wat leuk. Oh, dit is een... Is dat een wekker? Sinterklaas houdt van haar. Kukkelekuu. Good morning. Good morning. Stil. Good morning. Zo, maar dit vind ik niks voor Sinterklaas. Hoe komt hij daar nou aan? Piet, hoe komt hij daar nou aan? Ja, sorry dat ik hem stuur, maar... Ja, heeft hij die gekregen? Van wie dan? Van alle lieve kinderen in Nederland. Oh, wat leuk zeg. Wat gezellig. Ja, dit lijkt me toch wel heel leuk wakker worden zo. Kijk, en deze Piet is hier ook hartstikke druk. Wat is hij aan het doen? De schoenen van Sinterklaas helemaal netjes recht leggen. Dat zijn toch niet zijn schoenen? Jawel. Dat zijn toch zijn sloffen? Zijn schoenen voor op de boot. Oh, voor zijn bootsloffen. En dan moet het echt een bepaalde centimeter of aantal centimeters van het bed af staan of zo. Als Sinterklaas wakker wordt hij meteen in zijn schoenen stappen. Oh, en als hij misstapt, dan vindt hij dat niet prettig. Dat Sinterklaas helemaal. Vandaar, dus dit moet een paar centimeters en dan moet het hier ook een beetje zo... Hé, kijk. Dit lijkt wel een veer van een pietenmuts. Hé, Piet. Kom eens. Ja, kom eens. Kom eens. Even kijken. Ik heb een Pietje gevonden. Is dit onder de tafel, Piet? Wat doet hij hier? Hoort hij hier niet? Nee. Nee? Is dit niet een slaapkamer, Piet? Nee. Die onder de tafel poetst dat of zo? Dat is niet wat, Piet. Zou toch kunnen? Zij mag hier niet komen. Je bent... Oh. Je weet het toch? Het is al de zoveelste keer vandaag. Dus de inpakpiet moet inpakken, want het is 5 december. Je moet opschieten. Ja. Gaan we snel mee weg. Een beetje nieuwsgierig. Pietje natuurlijk. Ja, ik begrijp het wel. Goh, leuk. Nou, ik heb een beetje een rotzootje gemaakt, maar ik vind het enig dat ik het een keer gezien heb. Ik ga even verder snuffelen op de bovenkant, ja. Dan kunnen jullie een beetje alles weer aan kant brengen. Ik zal verder nergens meer aanzetten. Deze heb ik ook nog niet gezien. Sorry hoor. Zo, dat was de slaapkamer van Sinterklaas. Dat is hier netjes, hè? Ja. Of niet? Voor die onderbroek. Een raar ding. Een raar ding, hè? Ja, zo zwart. Zo zwart, ja. Ik ben nog veel meer wezen bekijken op die stoomboot, maar dat krijgen we straks pas allemaal te zien. We gaan trouwens de hele ochtend nog Sinterklaasfeest vieren hier in de studio. We hebben nog heel veel leuke spelletjes, nog heel veel leuke tekenfilms. We gaan gewoon de hele ochtend nog door. En jullie hebben nog een Sinterklaasmusical, hè? Ja. Hebben jullie daar goed op geoefend? Ja. Zijn jullie bij stem? Ja. Ja? Ja? Weet je, we gaan een beetje oefenen. Jullie hoeven nog eventjes niet hoor, maar het kan geen kwaad om het nog eventjes te repeteren met z'n allen. En ondertussen kijken ze thuis gewoon naar de Transformers. In de Telekids Studio gaan we ons derde oud-Hollandse spelletje doen, namelijk het zak slaan. Jawel. Hoe zit dat? We hebben twee zakken van Sinterklaas. Daar zitten dit keer... Oh, kijk nou toch uit, Piet. Hè? We zijn bezig met een serieus spel. Ik leg het even verder uit, ja, aan iedereen thuis. Ja, doe je nou voorzichtig? Rustig aan. We hebben twee zakken van Sinterklaas. Eentje in de handen van Jort en eentje in de handen van Jasper. Daarin zit een kussen. Allebei, of twee kussens, ja. Dus geen harde, rare dingen. Zij krijgen 2 minuten de tijd, geloof ik, hè, jury? 2 minuten, toch? Ja, en binnen die 2 minuten moet je proberen om je tegenstander van zijn kruk af te meppen. Niet keihard, maar probeer het gewoon even tactisch te doen, zodat hij zijn evenwicht verliest. We hebben de 2 pieten bereid gevonden om jullie op te vangen, dus het doet geen pijn. We hebben wel een extra spelregel. Je voeten moeten los zijn van de kruk. Zodra we zien dat je voeten op de kruk gaan of op een pakje, dan roept een van de pieten voet en dan krijg je een strafpunt. Bij 3 strafpunten heb je verloren. Ja? Jort en Jasper zijn dit. Nou, jullie klasgenoten gaan jullie natuurlijk waanzinnig aanmoedigen. Ik zou zeggen, klaar? Zijn jullie klaar voor de start? Daar gaat hij. Af! Ho, ho, ho! Voet!
Hup Jort, hup Jasper. Zet hem op, zet hem op. Zet hem op. Pieter, kijk uit hè, vang ze op hè. Ze mogen niet hard vallen, zachtjes alleen maar. Oh, ja, 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 ja. Hoeveel tijd hebben we nog? Hoeveel tijd hebben we nog? Nog één minuut jongens, nog één minuut. Ja, dan gaan we verder. Goed. Pieter, blijf erbij, hè. Blijf er vlakbij. Oh! Applaus voor Jort. Applaus voor Jort. Maar ook voor Jasper, jullie hebben het goed gedaan. Kom maar eventjes deze kant op. Kom maar deze kant op. Kom maar door die puinhoop heen. Zo, huppakee. Zo, Jasper, omdat je toch ontzettend je best hebt gedaan, krijg je van mij een lekkere chocoladeletter en een cadeautje voor Jort. Omdat je, ja, je hebt het voor elkaar. Ik blijf er even staan en straks komen er wat meer klasgenootjes bij mij. Want we gaan Zwarte Pieten uitdelen. Dat wil niet zeggen, ja, er komt even iemand langs, maar dat geeft niet. We gaan Zwarte Pieten uitdelen. Dat betekent dat we gaan vertellen wie we niet leuk vinden. Dat betekent het namelijk, het is een uitdrukking. Wisten jullie dat? Als je iemand een Zwarte Piet geeft, vind je dus eigenlijk iemand niet aardig. Wat is er? Zwarte Piet uitdrukken. Nee, dat leg ik net uit. Nee, dat is niet goed. Nee, ze hoeft niet bang te... Nee. Zie je, die begrijpen het niet. Het is dus, als je iemand niet aardig vindt, mag je een Zwarte Piet uitdelen. Zo, ik ga eens even mijn boekje pakken, want daar had ik wat ingeschreven. Ja, zie je, hier is het. Mag ik even Linda, Gerda en de Rosemarie hier hebben? Linda, Gerda en Rosemarie, kom maar even bij me, gewoon tussen de zooi. Kom maar deze kant op. Een beetje sneller, want we hebben niet de hele ochtend de tijd. Zo, Rosemarie, aan wie gaat die? Wie gaat die toe? Nou, ik ga hem aan mijn zus geven, want die zegt altijd dat ik niks in huis doe. Ja. Dat is dus niet waar. Ja. Nou, en dat vind ik dus heel flauw. Hoe heet je zus? Emmalou. Emmalou, ja. Dankjewel. Gaan we door naar Gerda. Ook een zus waarschijnlijk. Nou, ik doe het ook aan mijn zus. Ja. Deel ik de Zwarte Piet uit. Want ze zit altijd, als ik bijvoorbeeld een vriendinnetje of zo in meeneem, dan zegt ze altijd dat ze heel goed is en dat ik heel lui ben thuis en zo. En... Zo. Hoe heet ze ook alweer? Betty. Betty. Betty krijgt de Zwarte Piet. Linda. Nou, ik vind het ook gemeen, want ik krijg wel voor de schot van mijn zus dat ik alles verkeerd doe en zo. En dat ik nooit iets goed doe. Hoe heet jouw zus? Petra. Petra. Zo, deze zussen hebben allemaal de Zwarte Piet gekregen. Nou, ga maar lekker zitten. Dan krijgen we eventjes Daphne naar voren. Hallo Daphne. Kom er maar bij. En we hadden... Oh, wat gebeurt er? Oh, ja, gelukkig. En Jantine. Jantineke. Zo, jullie met z'n tweeën. Want jullie zijn zusjes, hè? Gaan jullie nou elkaar ook de Zwarte Piet geven? Nee? Ja, gelukkig. Nou, Daphne, vertel het maar. Deze jongen uit onze klas, en die heet Harm en die schopt me altijd te slapen. Echt waar? Ja. Dat is helemaal niet aardig van Harm. Nee, dan pakt hij met andere jongens ook nog mij. Nou, zeg. Maar gelukkig helpt mijn zus me altijd. Ja, gelukkig wel, zeg. Maar Harm, uitkijken hoor. Dat moet je dus gewoon niet doen, want je hebt nu de Zwarte Piet gekregen. Jantineke. Dat is hetzelfde als bij Daphne. Oh, ja, jij hebt... Dat is Harm, waar woont Harm bij jou in de buurt dan? Nou, dat is Harm niet, maar dat is een andere jongen. Dat is Danny Adema. Ja? En daar heeft iedereen in de klas een vreselijke hekel aan. Ach. Ja, en die pestjes iedereen. En ja, dat moet hij dus ook niet meer doen. Nee, even niet. Danny? Danny krijgt ook de Zwarte Piet. Ja, nog eentje. Monique, de laatste Zwarte Piet gaan we uitdelen. Kom er maar bij. Ik aan mijn vader, want als hij voetballen moet zien, dan mogen wij nooit goede tijden, slechte tijden zien. Is hij helemaal gek? Ja. Echt waar? Ja. En er werd zoveel gevoetbald, hè, een tijdje geleden, dus toen hebben jullie dat steeds gemist. Ja. Hè, wat een narigheid. En wat zegt hij ervan als jullie hem ineens op de andere zender zetten? Dat vindt hij niet leuk. Nee. Met hoeveel zijn jullie thuis? Met z'n vieren. Ja. En ze zijn met z'n vieren met jou eens? Nou, alleen mijn vader die wil dus voetbal zien en mijn moeder en ik en mijn broertje. Die willen dus voor het thuis slecht thuis. En toch bepaalt vader wat er gekeken wordt. Mijn broertje wil meestal ook voetbal zien. Ja, ja. Nou, in ieder geval vader en een klein beetje naar het broertje gaat de Zwarte Piet. Monique, dankjewel. Zo, we hebben even wat uitgedeeld. Dat was het. Gaat het? Oh, wat is dit toch eng. Nou ja, voordat het omvalt, ga ik denk ik toch maar even de volgende tekenfilm aankondigen. Gaat het, Piet? Ja? Oké, we gaan kijken naar Bugs Bunny en ik hoop dat hij het houdt, want dit gaat wel heel wankel. Wat is er?
Heel hoog, maar toch. Het is helemaal niet hoog. Ik vind het nog helemaal niet hoog. Ik heb ze hoger gezien. Nee. Ja, dus ik heb ze absoluut hoger gezien. Echt niet? Vinden jullie niet? Deze het is niet hoog genoeg. Kijk. Het is niet hoog genoeg. Nee hoor. Nee, het moet echt veel hoger hoor, Piet. Echt waar. Vind je ook niet, andere Piet? Ja. Ja, dat is de pestpiet waarschijnlijk. Daar gaan ze. Nou, die zullen we wel even niet zien, denk ik. Nou ja, in ieder geval, deze pieten zijn dan wat minder aardig voor elkaar. Maar de meeste pieten zijn wel lief voor elkaar, hoor. Zijn jullie ook een beetje aardig voor elkaar in de klas? Nou. Oh jee, daar komen de roddels. Maar de pieten zijn nog het liefst voor Sinterklaas. Er zijn zelfs pieten die alleen maar bezig zijn met het eten van Sinterklaas in de keuken. Echt heel veel zorg wordt eraan besteed. Ja, heb ik gezien. Kijk maar, daar. Lekker hier, hoor. Oh, oh, een fornuisdag, Piet. Mag ik heel even? Ja. Oh, dit ruikt goed. Maar het smaakt nergens naar. Ja, sorry hoor. Het moet zeker nog een beetje. Nou ja, en oh, melk. Oh, Sinterklaas die doet dus melk bij zijn koffie waarschijnlijk. Hè? En ook voordat hij gaat slapen. Dat gaat goed met die melk, zeg. Zo, even hier nog even een beetje snuffelen. Sorry hoor. Dat is het geheime recept van de Sint. Sorry? Wat hoor ik nu? Dat is het geheime recept van de Sint. Oh, en dat mag ik dus niet weten? Nee. Hoezo geheime recept van de Sint? Dat eet Sint alleen en daarom is hij zo oud geworden. Oh, goh. Wat had ik het toch bijna gezien? Ik kan het echt niet vertellen. Ik heb het echt niet gezien, hoor. Nee, echt niet, nee. U bent de opperkok, Piet, aan boord? Juist. Ja, zo ziet u er ook wel uit. Wat gebeurt er allemaal in de keuken? Vindt u niet erg, hè, als ik even wat vraag? Nee, zeker niet. Nee. Verse groenten voor de Sint. Veel verse groenten. Radijsjes, tomaatjes. Ja, veel vitamine. Oh, sorry, hoor. Ik zat er even schoonvegen. Oh, mag natuurlijk geen vieze dingen achterlaten. Ja, dat komt wel goed. Ja? Gewassen, hoor. Oh, gelukkig. En aan deze kant, wat gebeurt hier? Dit is speciaal voor het paard. Oh, wortels. Gewoon de dagelijkse kost met het toetje. Het toetje? Ja. Oh, kijk nou. Het toetje van het paard. Het toetje van het paard. Let het paard erop wat hij krijgt? Het paard let erop. Het is een krokodil? Ja. Wat leuk, zeg. Ja. En als het niet leuk versierd is, eet hij het niet? Hij eet het wel, maar dan met minder plezier. Ja, en dan zegt hij er wel wat van. Hij zegt er niks van, maar hij laat het merken. Dan is hij gewoon minder gemotiveerd. Ja, ja, dan gaat hij niet zo lekker de daak op en zo. Nee. Ja, ja. Nou, die gaat even terug. Zo. En wat hebben we hier allemaal nog meer? Prei? Wat een hoop prei. Dat zat ook al in die soep daar. Ja, ja. Prei is de lievelingskostje van de Sint. De preischotel met een sausje. Dat is echt het eten het liefst. Nou, ik kom niet eten bij de Sint, zeg. Ja, ik vind het niet lekker. Vind niet erg dat ik dat zeg. Nee. En wat is dit allemaal? Dit zijn de toetjes voor de hele week. Dit is de maandag. Wat is dat? Voor dinsdag. Vanille. Vanilleblubber, ja. Griesmeel voor dinsdag. Fruit op woensdag. Een fruithapje op woensdag? Een fruithapje op woensdag. Daar moet nog een banaan bij. Oh. Zie je? Oh. Ja, dat moet u wel natuurlijk even goed controleren allemaal. Moet er nog op, zo, ja. Ja. Wat is dit voor flubber de blubber? Dit is een, laat ze even staan. Oh, pardon. Dit is een frambozen toetje voor de donderdag en chocola voor de vrijdag. Wat leuk. Deze zijn nog ingepakt. Zal ik even helpen? Zo even. Nou, ik doe het liever zelf. Oh, die, ja? Dat heeft namelijk een speciaal manier om het op. Daar hebben jullie natuurlijk voor gestudeerd, hè? De oudere pieten op aan boord, die leren ons dat. Aha. En als de oudere pieten te oud zijn, dan nemen wij het over. Ja, vandaar dat jullie hier nu staan. Ja. Dus er gaat een gaatje aan de onderkant en dan blub. Komt hij eruit. En Sinterklaas vindt dat helemaal smullen. Ja. Eén likje? Nee, liever niet. Als hij beschaafd en dan wil Sinterklaas. Oh ja, nee, ik kan het me voorstellen. Precies bij de Sint. Ja. Nou, leuk zeg. Wat ik nog vragen wilde, hè? Ik heb een beetje naar jullie zitten kijken. Jullie zien er een beetje anders uit dan de pieten die ik aan boord of aan het dek zag en zo. Ja, en klopt. Jullie hebben zo'n rare slapper voor. Ja, dat komt omdat wij maken schoon, wij spetteren.
Dus ja. Dan zal onze cape vies worden vanuit het binnenste buiten. Is hij binnenste buiten? Hij is dus binnenste buiten. Oh, kijk nou toch. Als je even als je dit knoopje kan ik laten zien. Oh ja, ja, doe ik dat even, ja. Dat vind ik wel aardig dat u dat even laat zien. Ja. Als u dan aan het dek staat of de stad in moet. Ja. Hè, u moet natuurlijk wel eens invallen voor Jazeker. De wegbrengpieten en Jazeker. Zo. Nou zeg. Dit is de gewone. Dus als we, ja, hartstikke mooi. Dus als we nou Pieter tegenkomen op straat, hè, dan kunnen we even stiekem zo achter hem zo onder het keepje kijken. Ja. Een beetje ruiken. En als hij dan naar prei ruikt, dan heeft is het een keukenpiet. Ja, maar hij eet dat vaak, dus dan weten we dat het een keukenpiet is. Een keukenpiet. Leuk zeg. Nou, ik vind het toch fijn dat ik hier ook even rond mocht kijken. Ik zie dat jullie hartstikke druk bezig zijn. Ik wil wel helpen hoor, of zo. Nou, nee. Nee? Hoeft niet, wij kunnen het helemaal zelf. Jammer. Maar als je de vuilniszak er even buiten wil zetten, dan vinden we dat fijn. Maar die is nog niet vol, hè? Hij mag naar buiten. Nou, oké, goed. Dag. Dag. Nou, ik heb bij de Piet hier even aan een keepje geroken, maar er zit geen keukenpiet bij hoor. Dit zijn gewoon de lolpieten volgens mij, die het gezellig vinden om overal langs te gaan. Ja, zie je wel. We zijn toe aan ons volgende Oud-Hollandse spel. We hebben vanmorgen het letterspel hebben we gedaan. We hebben schuimpjes geschoven, we hebben zak geslagen. Dat is raar hè. En wat hebben we meer gedaan? Zwarte pieten uitgedeeld, maar nu gaan we pepernoten fluiten. Ja, ben jij er klaar voor? Ja. Jan, even kijken, Tamara hebben we hier en Suzanne. Wat is de bedoeling? Ik leg het heel kort uit. Voor jullie liggen 12 pepernoten op tafel. Die 12 pepernoten moeten ze allemaal in hun mond doen. Dan moeten ze heel even kauwen. Dan zeg ik klaar voor de start af. En degene die dan het eerste kan fluiten, die heeft gewonnen. En dat is niet makkelijk hoor. Zullen we gaan beginnen? Ja? Doen jullie de pepernoten maar in jullie mond. Allemaal. Allemaal. Allemaal in de mond, ja? Zo, Tamara. En even kauwen, even kauwen. Even kauwen, even kauwen. Ja, gaat het een beetje, ja? Even kauwen, dat we een beginnetje hebben gemaakt. Ja? Goed. Zullen we beginnen? Klaar voor de start af. Het ouderwetse pepernotenfluiten. Ja, ze zullen eerst even door moeten kauwen, maar... jullie mogen ze wel een beetje aanmoedigen, want dit is best wel moeilijk. Niet te hard, hè, want dit moet het fluiten ook horen. Ik hoor nog niemand fluiten. Er wordt goed doorgekauwd, maar... Kan je al fluiten, Tamara? Probeer eens, probeer eens. Hè? Nee. En jij? Nee, het wordt nog niet gefloten. Nee, kom op. Hè. Als zodra je denkt dat je het kan, dan ruk je die microfoon naar je toe. Ja. Nee, ik hoor nog niks, Nee. Ja, probeer het nog eens. Ja, ik vind jullie het niet goed, en jij? Die was hoger, ja. Nee, ja, die is inderdaad... Ja, jij gaat nu spugen. Suzanne en Tamara hebben allebei ongeveer tegelijk gefloten. Alleen die van Tamara was veel harder. Ik vind... ja, daar zijn jullie het om mee eens. Jullie hebben ook gejureerd. Tamara heeft in dit geval een beetje gewonnen. Ja. Want bij jou was er nog een hoop lucht, dat vond ik wel heel erg knap. Maar toen kwam Tamara, die ging daar zo... dat was het pepernotenfluiten. Nou, we gaan eens eventjes uitdelen. Alsjeblieft, ook een spelletje voor jou. Chocoladevetletter voor jou. Maar omdat jullie zo dicht bij elkaar in de buurt zaten, mag jij wel eens bij haar komen spelen. Zullen we dat afspreken? Heel goed. Nou, we gaan nog veel meer leuke dingen doen deze morgen. Straks gaat deze klas een stukje uit de Sinterklaas musical die ze op school hebben gedaan, hier opvoeren. En we hebben natuurlijk ook nog hartstikke leuke tekenfilms, hè? Maar ook een leuke serie, daar gaan we nu naar kijken. Hier is Saved by the Bell. De Samenhofschool uit Leeuwarden heeft een musical ingestudeerd. Daar hebben jullie al een opvoering van gehad, hè? Ja. Wanneer was dat? Een tijdje geleden? 22 november hebben we twee uitvoeringen gedaan. Hadden jullie succes? Nou, eerst eigenlijk wel, ja. Ja, die mensen hebben toch wel geklapt? Ja. En hoe heette de musical? Sint is jong. Sint is helemaal niet jong, Sint is stokoud, joh. Vertel jij eens waar het over ging? Nou, eerst komen de kinderen uit school, gaan ze al met jou gaan en zo. En dan, dan zijn ze hartstikke blij dat ze uitkomen. En dan later, dan moeten we zo'n schoolbankje naar voren schuiven. En daar moeten 6 meisjes dan op zitten. Hm? En die gaan dan zingen over hoe het dan was toen Sint jong was. Nee. Nou, en dan later gaan we krekels zingen.
Jullie, dus het zijn allemaal liedjes, ja. Maar wat is nou het verhaal? Nou, het gaat er eigenlijk om van, dat het Sinterklaas jong is en dat allemaal met Zwarte Piet en zo, dat die gewoon heel zielig en zo. Eindigt het wel goed? Ja. Ja, nou gelukkig maar. Het liedje wat we nu gaan zingen, of wat jullie nu gaan zingen, hoe heet dat? Krekels. Krekels. En Snuffel Knuffel Buffel. En waar beginnen jullie mee? Krekels. Ja, klopt dat? Ja, met de krekels. Vertel er iets kort wat over. Zwarte Piet is heel droevig omdat er geen krekels hier zijn. Mm-hmm. En geen blauwe lucht en zo. Ja. Hij is er eigenlijk... Wij vrolijk hem op. Jullie vrolijk hem op. Oh, wat spannend. Nou, ik ga lekker zitten op jullie posities. Krekels uit de musical Sint is Jong van de Samenhofschool uit Leeuwarden. Leeuwarden. Zet hem op. Succes. En de band gaat jullie begeleiden. Zoet als marsepein. Hier in het hoge noorden kunnen er geen krekels zijn. Hier in het hoge noorden, waar ik elk jaar weer moet zijn, loeien wel sirenes of koeien hun refrein. Zitten we weer eventjes rustig. Jullie zijn uitgerust, hè, van jullie optreden.
Ja. Het was een leuk liedje. Het was helemaal feest hier in de studio meteen. Ik wil het even met jullie hebben over snoep. Wie is er nou echt een snoepert? Oh, allemaal een beetje. Wat vind jij het lekkerste snoep van de wereld? Gezonde merken te noemen. Lollies. Lollies. En jij? Dat weet je niet. Dat weet je zo niet, maar alles dus. Dat zijn van die gele ballen. Gele ballen. En jij? Drop. En jij? Drop. En met Sinterklaas, hè? Als het Sinterklaasfeest is, krijg je ook heel veel chocoladeletters. Ja. Ja, en marsepein. Oh, Daphne mag geen chocola, want... ja, wat... Ik kan je niet helemaal verstaan, Daphne. Wat zeg je nou, mama? Ik ben allergisch voor chocolade. Wat is dat, allergisch voor chocolade? Wat gebeurt er dan? Ik krijg al dukkertjes dat gaan jeuken. Oh, dus dat is jammer. Ja, dus wat vraag jij? Ik maak snoep toch dan nog chocolade. Als ik iets krijg. Als je iets krijgt, dan stiekem toch? Ja, dan. Het is wel lekker, hè? Als van moeder wel niet mag, dan doe ik het toch. Maar je moeder ziet het wel nu, hoor. Mag ik er even tussen? Ja, je merkt het wel. Nou, het is, maar weet je waarom ik het vraag? Ik heb zoveel snoep gezien op de boot van Sinterklaas. Echt waar, heel veel pakjes. Ook dat soort pakjes. Oh, je moet even dat blauwe pakje pakken. Dat is namelijk wel heel interessant wat daarin zit. Dat is wel heel grappig. Oh, Jort. Oh, dat had ik niet gezien. Oh, maar het is, sorry Pieter, ja, het is niet zo erg, want het stond toch weer voor de televisie. En we gaan weer even kijken. Ja, want daar zijn de Pieter ook, waren ze ook bezig met pakjes. Ja, kijk maar. Kijk maar even. Is Sinterklaas met Pieter en Pieterbaas. Wie zijn hier uit Spanje gekomen? Ze hebben weer zakken en handen en pakken. Zo, sorry dat ik zo binnen kon vallen, hoor. Maar ik ben een beetje aan het snuffelen. Op de stoomboot van Sinterklaas. Ja, ja, ja. Ja, iedereen was een beetje verbaasd wel, maar het mocht wel. Ja, het is... Dus ja, alles ziet er zo mooi uit hier. Welke afdeling is dit nu weer? Dit is de inpakafdeling van de stoomboot. Dat vermoed ik al. Jullie zijn ongelooflijk druk. Hoe gaat dit? Ja. Wat gebeurt hier met dat lijstje? Wat dit doet is, u? Hij zoekt de naam bij het cadeau en hij zegt, hij kijkt of het erin zit. Auto voor Pietje. En dan geeft hij door. Auto voor Pietje, die gaat door naar welke Piet is dit dan? Dit is de op maat knippiet. Die knipt het papier op maat. Ja, dan gaan we even door. En dan geeft hij het cadeau aan de weer door met papier aan één plakpiet. Die doet één plakbandje een plakje op. Ja. En dan kom je bij de volgende plakpiet. Die maakt weer een plakbandje op maat. Ja. Voor deze Piet. Ja. Die kan het dan weer verder dichtplakken. Oh, en die geeft ook plakbandjes door. Ja. En die knipt plakbandjes af. En ja, en dat gebeurt hier dan ook zo. Ja. En wat gebeurt hier? Ja, oh, er is iets mis, er is iets mis. Dit is de controlepiet. Ja. Die kijkt of alles goed in orde is. Oh, dat is niet. Oh, en dat was niet goed. De staart stak eruit. Ja. Ze kijkt of alles goed ingepakt is. Nee, dat kan niet inderdaad. Even kijken, waarom ligt dit papiertje hier nou? Ook scheef, hè? Ze kan niet inpakken. Scheef gevallen. Ja. Dat wordt allemaal wel streng gecontroleerd. Ja, ja, ja. Ik weet het niet hoor. Ik vind het een beetje een dom systeem. Dat gaat helemaal niet zo snel. Ik bedoel, dat Sinterklaas nog niet aan automatisering heeft gedacht of zo. Ik weet het niet. Goh, maar hartstikke grappig doen jullie dit. Ja, ga rustig door. Oh, wat zit daar nog in het hoekje? Daar zit onze dichtpiet. Die verzint alle gedichtjes voor Sinterklaas. Oh, ja, ja. En wat is dit dan? Wat doet deze Piet? Dit is de snoeppiet. Die doet de snoep op de cadeaus erbij. Bij de chocoladeletters en de zakken pepernoten. Jeetje. Snoeppiet? Ja? Snoep jij zelf niet een beetje te veel? Ja, eigenlijk wel. Het is een behoorlijk buikje. Ja. Want volgens mij, alles wat jij erop plakt, dat eet je dubbel en dwars maar naar binnen. Ja. Ja, ja. Dat vindt niemand erg? Nee? Ik denk het niet. Nou, jij hebt verstand van snoepen, hè? Ja, ja, ja. Dat zie ik aan je. Nou heb ik altijd al een vraag gehad. Ik heet Irene. Dat begint met een I. Nou ben ik bezig geweest om te veranderen vanwege de Sinterklaas, maar ik heb een andere oplossing bedacht. Ja. Ik schreef steeds een brief aan Sinterklaas, doe mij nou geen I, doe mij een M, want die is groter. Of doe mij een S, want die is groter. Dat heeft hij ook altijd gedaan, maar dat is toch zo? De I is toch altijd veel kleiner dan de S of de M of de P of de weet ik veel wat? De I is inderdaad kleiner. Zie maar, je nou wel? Ik wist het. Maar, ik wist het. Wij stoppen altijd twee I's in het doosje. Oh, dus die zitten bij me? Dat lijkt nog wel meer dan een M. Ja, ja, dat is ook meer. Ja? Speciaal voor jou. Mag ik ze hebben? Ja. Oh, wat leuk. Als je ze maar niet in één keer opeet. Ja, nee, ik zal het. Mag ik het doosje erbij? Ja. Anders word ik zo en zo. Ja. Lekker. Nou, ga leuk voor. Ja.
Want en deze pakjes op er een pakje. Die moeten allemaal nog gestuurd worden vandaag. Die moeten vandaag nog weg, ja, hè? Ja. Want het is 5 december. En de eerste hier, die zijn voor morgen. Die zijn van. Oh, dat is waar ook. Heb ik gehoord. Namelijk, er zijn ook nog speciale 6 december pieten. Want er zijn heel veel mensen die dat nog. Sinterklaasfeest nog 4 op 6 december. Ja. Dat klopt, hè? Ja, en dan zijn er dus de 6 december pieten die dan die dag er naartoe gaan. Maar en dan met een speciaal speedbootje achter de stoomboot aankomen. Ja. Want morgen gaan jullie terug. Dat is een speciale eenheid. Ja, die hoeft alleen maar weg te brengen. Speciale pieten eenheid bestaat wel. Ik ga weer even verder, want jullie zijn zo leuk. Ja? Oké. Okay. Dag. Dag. Ja. Speciale pieteneenheid bestaat. Want er zijn heel veel mensen hoor die dat morgen nog vieren, de verjaardag van Sinterklaas. Dan is hij geloof ik ook echt jarig, hè? Zoiets. Ja. Ja. We hebben nog een paar klasgenootjes hier die de Zwarte Piet willen uitdelen. Ik ga eens bij jou beginnen, David-Jan. Voor het geval dat je het niet begrijpt, vanmorgen heb ik het al even uitgelegd. Als je aan iemand de Zwarte Piet uitdeelt, vind je iemand niet zo aardig of vind je dat iemand iets verkeerd heeft gedaan. Dus David-Jan, aan wie ga jij de Zwarte Piet? Aan een vriendje uit mijn oude buurt. Die vroeg altijd of ik met hem wou voetballen. Toen ging ik een keer met hem voetballen, toen zei hij dat ik vals speel. Toen liep hij hard weg met de bal. En toen? Ja. Nooit meer gespeeld? Nee. Hè, dat vind ik nou wel jammer en een zielig verhaal ook meteen. Ja. Maar ja, het is wel goed dat je even de Zwarte Piet uitdeelt. En jij? Nou, aan mijn broertje, want die, als hij aan het computer is, dan mag ik nooit van mijn moeder. En ben ik aan het computer, dan zit mijn broertje te zeuren en dan mag hij altijd van mijn moeder. Dus eigenlijk gaat die Zwarte Piet ook een beetje naar je moeder? Nee, het echt naar mijn broertje. Echt naar je broertje? Hoe heet hij? Desmond. Desmond. Die krijgt hem hoor, de Zwarte Piet. Heb ik nog even hier Jasper? Ja. Mijn opa. Je opa? Ja. Opa's zijn toch altijd lief? Ja! Nee. Mag ik nooit wat onaardig zeggen over opa? Ik weet dat mijn opa is dood. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Hè? Maar in ieder geval, de opa van Jasper leeft nog. En jij wil de Zwarte Piet geven aan hem. Ja. Nou moet je wel een goede reden hebben. Nou, als ik daarheen kom, dan staat er meestal een schaaltje met snoep. En die eet hij dan altijd leeg. Ja, dat zou ik ook niet pikken. Nee hoor, helemaal gelijk dat je aan die opa even de Zwarte Piet geeft. Trouwens, is vanavond Sinterklaasfeest. Wat denken we allemaal te krijgen van de goede oude man? Vertel eens, zonder het merken te noemen, hè? Ja? Roep maar. Een computer. Zo. Cassettebandjes. Zo. Ik krijg alleen maar chocoladeletter hoor, ik krijg helemaal geen computer. Toen meer? Chocolade. Zo, ja, dat zie je wel. Een spelcomputer. Zo, hé. Hey. Wat worden jullie verwend door Sinterklaas? Een soort Game Boy. Ja, dat hoop je. Dan mag je fietsen. Denk je? Nou? Een poppetje die een heel leuk geluidje kan zeggen. Nou, ik weet het niet hoor. Een trol. Een trol? Ja. Wat is dat? Dat is zo'n beestje en het haar staat heel erg omhoog. Oh, met al die kleuren haar, ja, hè? Ja. En een heel grappig gezichtje. Een soort steen. Een steen? Ja. Dat is makkelijk. Hij wil een steen. Pieter, een steen. Ja. Waarom een steen? Nou, het is zo'n hele speciale steen. Kan je tegen de televisie aangooien of zo? Ja, kan. Zo'n zachte. Ja, dat is zo. Ja, nee, ik begrijp het. Als je een programma niet leuk vindt, dan gooi je het tegen de tv. Nee. Wat bedoel je dan? Nou, het is een hele mooie pen. Een steen. Een hele mooie steen. Nou, ik ga het nog met hem uitgebreid over. Oh, een natuursteen met een moeilijke naam. Ja, nou begrijp ik. Lisbeth nog even? Ik weet het Jij niet. Weet het niet. Jij wacht gewoon af. Nou, Sinterklaas die zoekt het allemaal zelf uit hoor. Die bedenkt het zelf al van jullie. Dan mag je wel iets willen, maar hij kiest het uiteindelijk uit. En vanavond kom je pas achter wat. En jullie thuis natuurlijk ook. Maar wat ik wel weet is wat er nu voor tekenfilm aan gaat komen. Namelijk de familie Sanders. Gelukkig zeg. Ja. Oh, ik begrijp het al. We komen natuurlijk steeds dichter bij pakjesavond. Ja, vanavond. Ja, jullie gaan natuurlijk op pad allemaal. Overal die pakjes naar binnen gooien. Ja, hartstikke spannend is dat. Trouwens, jullie hebben het niet makkelijk. Want er wordt wat geklommen, jongen, langs daken en omhoog en naar beneden. En het paard moet altijd overal naartoe. En je moet toch ook maar steeds goed in die schoenen kunnen mikken als Zwarte Piet zijn, hè? Ja. En als je ergens bent, moet je ook nog eens pepernoten ook op ongeveer een goede plaats gooien. Nou, deze pieten, ik weet niet hoor, volgens mij hebben jullie niet goed geoefend. Want ik heb gezien dat er een speciale oefenkamer is. Echt waar. Zullen we even gaan kijken? Ja. Okay. De volgende. Oh, hier is het ook leuk. Wat?
Wat is dit? Dit is de oefenruimte. Ja? Hier leren de pieten leren ze strooien. En dit is eigenlijk gaat het allemaal niet zo goed. Nee? Ja, waar let u dan op? Ja, vooral omdat de pepernoten wel in de bak terechtkomen en niet ernaast. Mag het, Piet? Ja, ga maar door. Dus u telt de pepernoten die ernaast liggen? Die ernaast liggen, ja. Die ernaast liggen. En ik denk dat ik ze nu al niet eens meer kan tellen. Nee, maar goed. Even kijken hoor. De volgende. Oh, nou, die moet het nog maar een keer overdoen. Maar dit is echt een behoorlijke oefenruimte, want ik moest net al langs een klauterende Piet. Ja. Die moet dus ook oefenen voor de schoorsteen. Die moet oefenen voor de schoorsteen. Ja. En zo, je ziet, bakt hij er helemaal niks van. Ik geloof dat iemand staat te wachten. Oké, Piet. Nou, dat is ook helemaal weer niks. Kijk maar moet je Piet zien hangen daar. Ja. Die moet er tussendoor en alles en dat gaat helemaal. Ja, dat we laten hem even oefenen. Ja, mogen we even. Ja, gaat het? Ja. Die schoorstenen zijn hartstikke smal. Ja. Ik denk dat deze Piet wel blij is met centrale verwarming. Want dan laten de ouders altijd de deur open. Hè? Ja, ja dat weet ik. Maar bij schoorstenen, Maar goed. Volgende. Het lijkt alles naast. Nou, volgens mij kan ik dat beter. Ja, nou, dat willen we wel eens zien dan. Ja? Ja, ga het maar eens proberen. Mag ik het eens proberen? Ja. Zo, nou, dat doe ik dan even. Zo, gewoon even een goede hand, ja. Zo. Ook zit vast. Okay. Zo. 1, 2, 3. Nou, jij bakt er helemaal niks van. Maar jij zou een slechte Piet zijn. Ik ben ook geen Piet. Nee. weet u wat? Ja. Ik ga eens. En toevallig kunnen zij het ook niet. Sinterklaas kapoentje, gooi iets in mijn schoentje. Gooi iets in mijn... Ja, de grote. Waar kan al veel in? Laars. Ja, oké. Laarsje. Sinterklaas kapoentje, gooi iets in mijn Hier, schoentje. Hier krijgen de Pietjes waarschijnlijk een beetje zangles. Want Pieter moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Die moeten de liedjes ook een beetje gaan leren aan iedereen, aan alle kinderen. Maar dat is een strenge zangjus, hè? Ik geloof dat ik er maar niet tussen ga staan. Want ik kan ook helemaal niet zo goed gearticuleerd zingen. Sinterklaas kapoentje, gooi iets in mijn schoentje, gooi iets in mijn laarsje. Schoon, hè? Doe dat nou eens een keertje goed, hè? Je lijkt alsof je helemaal geen talent hebt. Laarsje. Nou, daar had ze best moeite mee, hè? Of die Piet? Ja, Sinterklaas kapoentje is toch, dat is toch niet zo moeilijk? Nee. Er is ook een variant op, die hebben we vanmorgen gehoord. Sinterklaas kapoenen, ik wil nieuwe schoenen, maar dat mocht helemaal niet. Oh jee, alles stort in. Maar kennen jullie die van Zwarte Piet ging uit fiets of zo? Ja. Even één keer doen, vind ik leuk. Even thuis ook meedoen, hebben we ook even gezongen vandaag. Dan gaat hij 1, 2, 3. Zwarte Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band. Toen moest hij gaan lopen met zijn fiets aan zijn hand. En dan? Oh jee, wat gaan we nou verder? Hoe gaan we nou verder? Jullie doen het in het Fries? Maak het in het Fries af dan, kom op. Ik weet het verder. Wie weet het dan in het Fries? We moeten het wel afmaken, we staan wel een beetje voor paal nu. Iedereen zit te kijken naar ons. Ja? Ja, dat hebben we gehad. Toen kwam je bij een smid of zo, hè? Ja, eerst in een dorpje of zo. Ja, en toen geloofde hij dat er in zijn achterband een pepernootje zat. Ja. Ja, zo. Nou, het is wat, hè. Het zal je gebeuren als je net bij de open haard zit en je weet de tekst niet meer. We gaan het er even over hebben en na Batman weten wij hoe het moet, hoor. Want anders staan we echt voor Joker thuis. Oh, trouwens Joker, komt ook voor in Batman, hè? Ja. Komt er ook aan. Maar eerst wat anders. Vorige week hebben jullie vragen gesteld. Weet je wel, elke week komt er een prijsvraag. Maar toen vroeg ik aan jullie, waarom gingen die tropische fruitvliegjes nou toch allemaal hartstikke dood eigenlijk, zielig? Ja, gingen die zo naar beneden. Nou, dat kwam door de kou. Als je dat op een briefkaartje had geschreven, dus door de kou, of kou had ook goed geweest, dan heb je dat goed gedaan. En wie weet zit je dan wel bij de 25 gelukkige prijswinnaars. Nou, die hebben natuurlijk er iets gewonnen. Toy Toy komt straks weer vertellen wat ze gewonnen hebben. En daarna zie je ook precies wie er gewonnen heeft. Misschien zit je daar zelf wel weer bij. Na de aflevering van Batman, die na de prijswinnaars gewoon begint, heb ik weer een nieuwe vraag voor jullie. Dus let goed op. Alleen het heeft deze keer niet met Batman te maken, dus je kan gewoon ontspannen gaan zitten kijken. Maar wel met alles wat hier in de studio gebeurd is deze morgen. Spannend, hè? Ja. Maar nu dus, toi toi. Deze calculator. We zijn eruit.
We zijn eruit. Ja, voordat Batman begon hadden wij het over het liedje Zwarte Piet ging uit fietsen, toen knapte zijn band. Toen moest hij gaan lopen met zijn fiets aan zijn hand, maar verder kwamen we niet. Maar dat ging dus zo. Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid, ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. Dat was het, hè? Maar nu komt hij komt in het Fries, hoor. Daar komt hij. Dus Fries, de school uit Leeuwarden, de Samen op school uit Leeuwarden, die gaat het even in het Fries tegenaan gooien, ja? Daar gaat hij, hoor. Ik zing niet mee, want dat kan ik niet. 1, 2, 3. Zwarte Piet ging uit fietsen, toen knapte zijn band. Hij moest toen wel in de mijne fiets aan de hand. Toen kwam hij een dorpje en zei tegen de smid, ik hoop dat er in mijn achterban een piepernootje zit. In mijn achterbaan zit een piepernoot. Het is wel geestig, hoor. Maar goed, echt, ja, vond je niet leuk? Ja, dat verstaan jullie toch ook? Ja. Hey, Samen op school uit Leeuwarden, mag ik jullie hartelijk bedanken. Het was hartstikke gezellig. Ik hoop dat jullie vanavond een hele fijne Sinterklaasavond hebben. Of morgen, dat kan toch ook. Of misschien heb je hem al gehad, maar dat maakt niet uit. Jullie thuis natuurlijk ook. En je kan het heel gezellig maken. Dat heb je vandaag gezien bij Telekids door heel veel leuke Sinterklaasspelletjes te doen. Ik zal ze nog even herhalen. Je kan dus gaan pepernoten fluiten. Dus gewoon een paar pepernoten in je mond doen. En wie het snelst kan fluiten, die heeft gewonnen. Je kan het letterspel gaan doen, het oud-Hollandse letterspel. Dat gewoon zoveel mogelijk chocoladeletters en woordenvorm hadden gedaan. Hè? Dan hadden we nog schuimtjes schuiven. Pak de sjoelbak gewoon van zolder. Neem de schuimtjes en gooi ze in die gaatjes. Hè? En dan werkt het hetzelfde als sjoelen. Wat hebben we nog meer gedaan? Zak slaan, hè? Ja, zak slaan. Ja, dat kan je ook met een kussen doen. Ja, maar ik weet, het is toch niet zo gezellig op Sinterklaasavond en zo. Want het lijkt net alsof je ruzie hebt, maar dat is niet zo. Dat waren toch de spelletjes? Ja. Nou, verder zijn we vandaag achtergekomen hoe de stoomboot van Sinterklaas er nou werkelijk uitziet. Hè? We hebben de slaapkamer gezien, van alles en nog wat. Nou, dat is ook nooit meer een geheim voor ons. En ja, morgen is Telekids er gewoon ook weer tussen 7 en 12. 5 uur lang weer met heel veel tekenfilms. Ik denk dat die pakjes er allemaal wel uitgedeeld zijn. En die moeten jullie meenemen. Misschien, ja, want wij willen nog even met z'n allen een liedje gaan zingen. Of een paar liedjes eigenlijk. Dat jullie ondertussen gewoon vast wat met die pakjes kunnen doen. Want die moeten natuurlijk als de donder naar alle adressen. Hè? We hebben ze even mogen lenen van jullie. Oké? Oké, hartelijk bedankt ook. En wij gaan dus zingen voor iedereen thuis ook. Hè? Dus wij moeten goed articuleren. Ja? Goed uitspreken dat ze thuis ook allemaal kunnen verstaan. Ja, oh wacht, we hebben nog een prijsvraag. Oh, uit die muziek, uit die muziek, af. Vergeet ik helemaal. Zouden jullie al bijna hartstikke hard aan het zingen zijn? Had ik nog niet verteld wat de prijsvraag van deze week was. Mijn vraag aan jullie is, hoeveel cadeautjes staan hier in de studio? Hoeveel cadeautjes staan hier in de studio? Weet je het antwoord? Schrijf het antwoord op een briefkaartje en stuur dat briefkaartje aan RTL 4 Telekids, postbus 15200 1200 LV in Hilversum. Telekids, postbus 15200 1200 LV in Hilversum. Misschien hoor jij volgende week dan bij de 25 gelukkige winnaars als jij het goede antwoord weet. Maar het is natuurlijk heel moeilijk, hè, om te weten hoeveel pakjes hier in de studio staan. Nou, dat doen we de 25 die het dichtst bij het goede antwoord zaten. Ja? Zullen we nou even die stoomboot doen dan? Ja, daar gaat-ie. 1, 2, 3. Zie geen fantasie.